Ik las in de Volkskrant dat 1 op de 10 Nederlanders DNA heeft van de melkboer. Al heeft een moeder maar 0,000002% DNA van de melkboer in zich, dan nog kan dat leiden tot een kind met wel 50% DNA van de melkboer. Als je seks hebt gehad met de melkboer en je man komt erachter, wat is dan je excuus? Nee, ik had te veel gedronken. Wat dan? Melk? Nu de consumptie van melk afneemt, is het voor melkboeren een evolutionair voordeel om de gezinnen van zijn klanten van zoveel mogelijk kinderen te voorzien. Kinderen die eigenlijk van de melkboer zijn, die kan je wel herkennen hoor. Aan hun lekkere toetje. Oh, en uit verder onderzoek is nog gebleken dat 0,7% van de Nederlanders DNA in zich heeft dat afkomstig is van shawarma-saus.